We hebben vandaag een grote liturgie en wegens de maatregelen van de overheid hebben we dus weinig mogelijkheden. Ik heb dus geen missionaris, maar ja, als missionaris heb ik de gewoonte van mijn plan te trekken en dat is de liturgie door de kerk voorzien. Dus het zal toch een ceremonie zijn die toch wel dus haar waarde heeft. Alles zal er zijn. De ceremonie is zoals ieder jaar. Eerst de zegening van de palmen. Ook om palmen te vinden was niet eenvoudig. Want de gelovigen zijn niet meer beschikbaar. De gelovigen die bij palmen prachten wonen in Frankrijk, die mogen het land niet meer in. De bloemisten zijn gesloten. De buxus staan meestal in privétuintjes. Je kunt moeilijk gaan stelen bij de mensen. Dus we hebben ons een plan getrokken met, zoals de tekst zegt van de liturgie. We mogen dus palmen gebruiken of takken van andere bomen. Dus we hebben dan gekozen voor taxus die het meeste lijkt op de buxus en op de palmen. Daarna wordt een evangelie gelezen. De kleur is rood voor de zegening. Voor de mis is het paars. Ik moet wel zeggen dat we de liturgie volgen van de kerk zoals het laatste ze geregeld heeft. Dat wil zeggen, de missaal van 58 tot 69, tot de nieuwe mis. Dus ik ben verplicht van deze liturgie te volgen en niet de liturgie van voordien. Omdat de ganse kerk 100% en het paus door de ganse kerk herkent 100% deze liturgie zoveel jaren heeft gedaan. Dat is de laatste liturgie die dus zo geregeld is geweest voor de nieuwe mis van een ketterse, dus geen paus, een antipaus, Paulus VI. Paulus VI heeft de nieuwe mis geïnstalleerd na zijn ketterij. Dus we houden ons aan de liturgie van echte pausen van de kerk, de ganse Rooms-Katholieke kerk, zoals ze dat jaren gedaan heeft, 100% iedereen, alle priesters, alle bisschoppen, dus voor en juist tot na het concilie, totdat de nieuwe mis komt. Dus die liturgie moeten we doen, want anders verwerpen we de liturgie van de kerk. Want een paus heeft de macht om te binden en te ontbinden. Wel, Pius XII heeft de Goede Week hervormd, in de goede zin van het woord. En die mis is dus van Palmezondag. Die is dus, deze die ik ga doen, is gecelebreerd geweest tot aan 69 de nieuwe mis. Door de ganse kerk, 100%. Dus wij moeten deze liturgie houden en niet een oude liturgie gaan halen van voor Pius XII. Want dan verwerpen we een paus en de kerk eigenlijk. De ganse kerk die deze liturgie gedaan heeft. En de kerk kan zich niet vergissen. 100% van de kerk als ik niet vergis. 99 wel. In concilie waren 99% bisschoppen die in de ketterij vielen, maar niet 100%, want daar staat God garant achter. Jezus zegt, de poort zal dat niet overwelken. Dus deze liturgie. De liturgie die ik ga volgen is een missaal vanaf, laten we zeggen, de hervorming van Pius XII, dat is 54 tot 69, tot de missaal van 62. Dus deze liturgie moet ik volgen. Ik hoop dat u zulke missaal hebt, want anders zal het anders zijn. Dus het evangelie wordt dan gezongen, het evangelie van de wijding. Daarna wordt daarna is er dus een kleine processie. En daarna nog een kort gebed. En daarna begint de mis met een lang evangelie, namelijk het passieverhaal volgens de heilige Matthäus. Volgens de heilige Matthäus. Dus we zullen in de volgende dagen de passieverhalen zien van de vier evangelisten. Vandaag Matthäus, morgen Marcus, dan dinsdag of woensdag Lucas, en dan vrijdag, op Goede Vrijdag, Johannes. Nog een lang passieverhaal. Dus houd u missaal erbij, want het passieverhaal ga ik iets Latijn zingen. En nu
kan best volgen in uw landstaal natuurlijk. Hè. Ziezo, dus het eerste gedeelte is Christus koning, daarom is hij in het rood. Hij wordt als koning erkend. Daarna, de mis zelf is steeds, komt hij onmiddellijk in zijn passie terecht. Dus wat een schril contrast. Een koning krijgt alle eer, macht, erkenning, gehoorzaamheid. En die eens in een passie gaat verworpen worden, vervolgd worden, als een slaaf beschouwd, als een misdadiger. Dus er is een geweldig contrast. Een buitengewoon contrast. Dat ook toont wat de realiteit is. Er is een geweldig contrast tussen zijn godheid. Jezus is God. Het is een goddelijke persoon. Jezus Christus is een goddelijke persoon. En dan hoe hij in zijn mensheid leidt. Hij leidt in zijn mensheid. Met een goddelijke natuur blijft hij natuurlijk glorieus in de hemel met zijn vader. Maar hij heeft twee naturen. En dat is het schilder contrast ook dat hier tot uiting komt. Als God is hij koning en hij is een Messias en heeft mirakels gedaan. Waarom hij nu erkend wordt door de Joden, door het volk, is omdat hij onlangs Lazarus uit de dood heeft gewekt. En dat verdient hem deze eer van Palmezondag. Maar meteen hebben de oversnel besloten van hem uit de weg te ruimen. En zelfs Lazarus bewijsstuk, het laatste bewijsstuk van zich ook uit de weg te ruimen. Ongelooflijk. Wat een verwerping van de Messias. Want die mirakelen die bewijzen dat hij van God komt, dus ze verwerpen werkelijk God. Het is een zware zonde. En dat is het, de spanning van vandaag. Een buitengewone spanning. Het eerste gedeelte Christus is koning en daarna gaat meteen zijn passie in. Als God is hij koning en als mens zelfs, omdat zijn mensheid verbonden is met die goddelijke persoon, maar hij gaat die godheid verbergen, die hij toont op de berg Tabor. Onlangs heeft hij die op de berg Tabor getoond, aan zijn apostel, om te zeggen, ik ben God. Hè. En dan gaat hij die verbergen om te kunnen leiden. Want anders zou hij niet kunnen, zou hij niet gevangen genomen worden, zou hij niet durven. Maar Jezus wil leiden om ons te verlossen. Dus het is een vorst, maar uit liefde gaat hij voor ons sterven. Dus zijn geweldige spanningen, buitengewone spanningen, contrasten in deze liturgie, die ook toont wat er werkelijk gebeurd is.